Ja, goedemorgen. Welkom weer bij Lijsttrekker live hier vanuit Perscentrum Nieuwsport. Sander van der Wulp is natuurlijk ook aanwezig. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er een beetje opgevallen deze ochtend, gisteravond? Nou, deze ochtend viel me eigenlijk op dat het eigenlijk heel rustig is met campagne nieuws, niet zoveel in de kranten. Dan kijken we terug op programma's van gisteravond later. En daar was ook onze gast van vandaag, Henk Krol, welkom in deze uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen. Een uitzending iets anders dan de programma's waar u bijvoorbeeld gisteravond in zat. Hier staan de vragen van de mensen in het land centraal. Die kunnen hun vraag stellen via Facebook. U kunt hieronder... Ja, synchroon hè, was dat. Ja. U kunt hieronder uw vraag stellen. En u ziet nu een shot van buiten. Het is weer even weg, maar we kunnen dat vast nog een keer zien. Buiten op de Lange Poten in Den Haag, vlak voor Nielspoort, kunt u langskomen en ook uw vraag stellen aan de lijsttrekker. We hopen dat het gaat gebeuren, want gisteren liep het nog niet echt storm. Nee, ja, toen stormde het ook en toen regende het ook. En vandaag regent het weer. Regent het eigenlijk nog harder, maar gisteren hadden we in ieder geval wel één vraag. Ja. Zie je, er zijn wel mensen die langs fietsen hebben toch in ieder geval interesse. Dus laten we eerst beginnen. Heeft u de grafiek bij zich? Ik zal hem wel ergens bij hebben. Ik had eigenlijk beloofd om hem niet meer te laten zien. Meestal heeft hij hem in de binnenzak. Ja, ik heb hem zien. Ja, ik heb hem standaard bij me. Ja, dat is hem toch. Hè? Die bedoelt u. Ja, precies. Hey, en wat wilt u daarmee altijd vertellen? Nou, wat heel belangrijk is, wat mensen toch wel in de portemonnee merken. Ja. Dat is dat gepensioneerden vanaf 2000 op deze onderste lijn zitten. En de werknemers die zitten op deze lijn, dan zie je dat er inmiddels 30% verschil is ontstaan. Is dat wel bron CBS? Ja. Maar het CBS heeft op een gegeven moment een aantal weken geleden ook gezegd van, dit klopt eigenlijk niet. Nee, dat hebben ze niet gezegd. Ik moet dat iedere keer opnieuw weer tegenspreken, maar dat is echt niet zo. Dit zijn hun eigen cijfers, dit is ook de werkelijkheid. En het bijzondere is dat de mensen thuis dat ook gewoon in hun portemonnee merken. Maar zij zeggen, het is logisch, vinden zij, dat wanneer je eenmaal je AOW-leeftijd hebt bereikt, dat je op datzelfde niveau blijft. Maar dat vinden wij niet. Ik bedoel, bij de pensioenen is het zo dat heel vaak beloofd is dat het pensioen zou meestijgen met de inkomensontwikkeling van andere mensen. En ook bij de AOW is altijd beloofd dat het welvaartsvast zou zijn. Dat is niet het geval. En toen wij vorige week met cijfers kwamen waarbij professor Verbon zei, als we nou eens gaan doorrekenen wat het betekent als je de huidige systematiek handhaaft, nou, dan blijkt dat je veel minder geld nodig heeft. En toen riepen alle partijen, 50 plus wil korten. Dat willen we absoluut niet. We gaan terugkijken op een hele hectische week voor u. Alweer, doe maar. Denk ik, om te beginnen met, mensen daar wel vragen over hebben. De eerste vragen komen al binnen. We hebben gisteravond natuurlijk ook opgeroepen dat we dit gingen doen. Dus er zijn ook gisteravond al vragen binnengekomen. Ook een beetje aan de hand van gisteravond. Paul en Jinek is de vraag binnengekomen van André Jansen. Meneer Krol, wat is nou precies het verschil tussen de WAO en de AOW? Dat was gisteravond een paar keer een beetje verwarring. Nee, ik kan heel eerlijk zijn. Ik was gisteren voor een onderzoek in het ziekenhuis. Ik had wat medicijnen en ik was gewoon niet helemaal bij de les. Natuurlijk heb ik het gisteravond alleen maar gehad over oudere uitkeringen. Ja. En dan hebben we het niet. Maar dat valt me sowieso wel op, meneer Krol, als ik uw schema hoor deze dagen. Ja. Maakt u het zichzelf niet een beetje te moeilijk? Nou, nee. U wilt gewoon overal zijn. Dit zijn de laatste dagen. In deze komende twee weken moet het gebeuren. En wat mensen thuis niet helemaal meekrijgen is dat wij een eenmansfractie zijn. We zijn destijds met twee zetels in de Kamer gekomen. U zegt maar wel helaas, wij. Zeg je? Wij zijn een eenmansfractie. Ja, wij 50 plus. Oh, er zijn meer mensen bij 50 plus. Ik ben niet in mijn eentje 50 plus. Nee, we zijn met z'n allen 50 plus. Dus er is wel iets ondersteuning, maar minder dan bij anderen. Maar veel minder dan bij andere partijen. En als je dan zo volop meedraait, ik geloof dat ik alleen al vandaag... Kijk, dat is nou aardig. Maar is het dan niet te veel? Op sommige momenten denk ik wel eens dat het te veel is. Aan de andere kant, ik heb geen keus. Deze komende twee weken zal ik overal die boodschap moeten uitdragen. En zeker wanneer er verkeerde dingen worden verteld, als er iets anders verteld wordt dan wij werkelijk vinden, dan zal ik dat overal moeten herstellen. Nog even voordat we nog naar meer vragen gaan. Geert Wilders bijvoorbeeld, die staat goed in de peilingen. Ja, die staat ook goed in de peilingen. En die zegt, ik kom juist niet. Dus wat dat betreft, fijn dat u in dit soort programma's komt om te vertellen wat u precies wil. Ja, nou, want dat vindt u belangrijk. Het viel mij op dat Geert Wilders na dat afschuwelijke, overigens was ik daar zeer tevreden over, gesprek met Twan Huis,
deze week bij Nieuwsuur. Afgelopen zaterdag. Waar ik absoluut geen één zin in zijn geheel mocht uitspreken. Dat werd door kijkers ook heel erg kwalijk gevonden. En de volgende dag liet Wilders weten, bekijk het maar, ik ga er niet naartoe. Volgens mij heeft hij naar het interview met mij zitten kijken. Ja. Oké, de eerste vragen komen binnen. Bijvoorbeeld de vraag van August Kagan. Ik ben onder de 50 jaar. Waarom zou ik op uw partij stemmen? Nou, als hij heel verstandig is, dan moet hij eens heel goed nadenken wat hij tot op heden heeft bijgedragen aan zijn pensioenfonds. En wil hij dat datgene wat hem beloofd is, dat hij dat ook op zijn 65ste krijgt? Of vindt hij het heel normaal dat ondanks het feit dat het uitstekend gaat met die pensioenfondsen, want ze maken elk jaar nog steeds enorme winsten op hun beleggingen en alles wat zij uit hebben staan, of vindt hij het logisch dat daar zomaar geld vandaan gehaald wordt, terwijl het zijn eigen uitgestelde loon is? Als hij verstandig is, kiest hij uiteindelijk voor 50+. En dat is ook het leuke. Heel veel mensen doen de kieswijze. Maar wat heeft hij er dan nu aan? Soms moet je aan de toekomst denken. En nu heeft hij er ook van alles aan, want wij zorgen er ook voor, met name voor jonge mensen, dat die idiote leenregeling voor mensen die studeren wordt afgeschaft. Wij zorgen er ook voor dat de planeet zo groen mogelijk blijft. Wij zijn voor verduurzaming, dus wij zijn zeker ook voor kinderen en kleinkinderen. Dat is vanzelfsprekend als je ouder bent. Ja. Is het zo dat uw plannen... dat is er buiten weer iemand. Mag hoor. Maar uw plannen, die zijn voor de komende regeerperiode, toch? Ja, die zijn voor de komende regeerperiode. Is het niet verstandig om nog wat verder te kijken? Want dan hebben die jongere mensen, die bijvoorbeeld deze vraag stellen, er echt wat aan. Ja, nee, je maakt je verkiezingsprogramma voor de komende 4 jaren. Dat doen alle andere partijen ook, behalve wanneer ze ons bestrijden. Want als wij dan zeggen, kijk nou eens even wat er nodig is om de AOW-leeftijd weer te verlagen naar 65. Dan zeggen ze, ja, maar dat gaat heel veel miljarden kosten. Ja, weet u wanneer? In 2060. Dan kijken ze ineens heel ver vooruit. De huidige jongere AOW'ers. En die willen precies. Dan ook nog wat hebben. En die hebben van hun loon daar eigenlijk nog nauwelijks aan betaald. En die hebben ook voor hun eigen pensioen. Hebben ze ook nog nauwelijks iets afgedragen. En tegen die tijd wel. En daarom is het tegen die tijd ook gewoon betaalbaar. Nou, even kijken. In het kader van we nemen zoveel mogelijk mee wat er binnenkomt. Alfons Prinsen die zegt, Henk Krol heeft een hele grote fantasie. Klopt dat? Nou, dat is hele leuke framing. En dat wordt steeds beweerd. Nee, ik denk dat wel heel erg meevalt. Nee? Dat is gewoon onjuist. U heeft geen grote fantasie. Nee, niet groter dan u en ik. Ik fantaseer wel eens over eindelijk, over een dag of 16, een vrije dag. Daar fantaseer ik Wat gaat over. U dan doen? Ja, precies. Ja, dat zit ik me eigenlijk af te vragen. Ja, ik krijg tot ook wel de indruk dat u dit ook wel heel leuk vindt. Het is aan de ene kant heel leuk, maar het is ook heel erg vermoeiend. Ik heb gezien dat in ieder geval tot en met de dag van de verkiezingen zelf is ook zo'n gekke dag. Hè? Dan moet je 's ochtends geloof ik even naar de stembus toe en dan zitten er ook weer wat camera's die daar vast willen leggen. Dan wordt het een hele lange dag in zenuwen zitten. Ja. Daarna heb je dan de bijeenkomst van de partijen en na afloop moet je waarschijnlijk naar het debat hier. Dan de volgende dag al meteen heel vroeg de fractievergadering met de nieuw verkozen leden. Daarna meteen naar de Kamervoorzitter om te kijken wie het voortouw gaat nemen. Dan krijgt hij de formatie. Ja, en dan hangt het er vanaf of we wel of niet mee mogen doen. Maar dat is aan de kiezer thuis. Even een verzoek vanuit de techniek of u uw telefoon uit uw broekzak wil halen en bijvoorbeeld even op tafel wil leggen. Ziet het er heel gek uit? Nou, nee, los van dat feit. Nee, het stoort even een beetje. Ja, kan. We zetten hem weg. Alles, kijk, heel goed. Dan de vraag van Rob Wally. Ik wilde 50+ stemmen, maar die opstootjes zijn gewoon niet goed. Nee, die opstootjes zijn ook absoluut niet goed. Week. En ik heb, dat is heel vervelend, vorige week heb ik één zin uitgesproken die losgeknipt is van de rest en die is 10 keer herhaald. Daardoor leek het ineens alsof wij zouden willen korten op de AOW. Nou, dat is natuurlijk de meest grote onzin. Dat kan iedereen bedenken dat dat niet zo is. Wij zijn de enige partij die er juist voorstander van is dat de AOW welvaartsvast wordt. Nou, daar hoeven mensen niet bang voor te zijn. Maar dat frame werd even bevestigd, ook door de collega-lijsttrekkers die allemaal stonden van, oh, nu komt de aap uit de mouw. Onzin. Er was binnen uw partij ook wel enige onrust.
Jazeker. Ja. Oh, absoluut. Want het opstootjes, ik denk dat er dan ook wel bedoeld wordt, misschien wel in het verleden. De 50PLUS had natuurlijk bij de vorige verkiezing 2 zetels. Ja. Maar nu zit u maar in uw eentje. U bent al een keer weg geweest, weer teruggekomen. Maar inmiddels staan we nog steeds op dikke winst in de peilingen. Ja. Ook al zijn we de afgelopen weken juist door die opstootjes en door dat geframe zijn we wat teruggezakt. Maar daar hebben we nog 2 weken de tijd voor. Verbaast het u eigenlijk dat ondanks al die opstootjes eigenlijk uw partij in sommige peilingen gewoon richting de 7 zetels gaat? Nee, dat verbaast me niet. Want als je niet hier in deze kaasstol blijft zitten, maar je gaat de markt op, je gaat de sportkantine in en je luistert naar ouderen die echt in hun portemonnee gemerkt hebben dat ze de afgelopen tijd erg gekort zijn, ja, dan kan iedereen begrijpen dat heel veel ouderen erg boos zijn. Ook de ouderen waar het wat beter mee gaat, want ook die hebben procentueel erg veel moeten inleveren. En die snappen dat hun stem gehoord moet worden. En als die mensen zien dat hier in Den Haag hun vertegenwoordiging niet goed is. Ik ben in de Kamer het oudste Kamerlid. Ik denk dat er niet één parlement in Europa is waar de gemiddelde leeftijd zo jong is. Ja. Ook gisteren weer, de koepel van belangenorganisaties voor gepensioneerden heeft aangeboden om mee te praten met de SER over nieuwe ideeën rondom pensioenstelsels. En dat wordt dan overal, ook vandaag in het commentaar in de Telegraaf, belachelijk gemaakt. Terwijl het natuurlijk heel logisch is dat het gaat over pensioenen van ouderen. Mogen ouderen dan eindelijk een keer meepraten? Hier in Den Haag zijn ouderen door alle politieke partijen verwaarloosd. Mogen ze dan zeggen, tot hier en niet verder, wij willen voor onze belangen opkomen? Dat mogen ze. Er komen ondertussen veel vragen binnen. We zijn een goede 10 minuten bezig. Nogmaals de oproep. Blijf ook vragen stellen onder ons. Dan een vraag van Peter van den Blonk. Met welke partij zou u het liefst een coalitie sluiten? En met wie kunt u nou het beste samenwerken, denkt u? Ik zou het je echt niet kunnen zeggen. Ik vind het ook bijna onbeleefd om dat nu al, wat heel veel andere lijsttrekkers wel doen, om daar nu al een voorschotje op te nemen. Nu is het woord aan de kiezer. Over 14 dagen gaan zij naar de stembus. Daarna mogen wij als politici kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar 50PLUS is natuurlijk relatief een vrij jonge partij. Mensen weten vaak waar je het CDA plaatst, waar je D66 plaatst. Ja. Hoe zit dat met 50PLUS? Welke partijen zitten dicht bij u? Nou, kijk even naar de top 12 van de lijst. Dan zie je dat die afkomstig zijn van de VVD, van D66, van de SP, van de Partij van de Arbeid. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, met die kunt u niet samenwerken, want die mensen hebben... Het is aangetoond dat die partijen het niet zijn voor hen. Ja, omdat al die partijen de belangen van ouderen verwaarloosd hebben. Maar kunt u daar dan niet mee samen? Nee, je kan met al die partijen samenwerken als die partijen de belangen van ouderen weer op de agenda willen zetten. Ja. En dat hebben we gezien de afgelopen periode. 50PLUS klokt daar nu al 4 jaar voor en 4 jaar geleden waren al die onderwerpen in de verkiezingstijd taboe. En nu, alle partijen, een paar weken voor de verkiezingen, komen ineens met de meest prachtige belofte voor ouderen. En die ouderen weten verdomde goed dat die partijen daar niks aan gedaan hebben. De AOW naar 65 is voor u een breekpunt, hè? Ja, absoluut. Daar willen we gewoon heel helder over zijn, want daar kan je natuurlijk over gaan zoeken. Dan blijven over misschien de SP en de PVV. Zullen we straks kijken welke partijen ons nodig hebben? Daarom is het zo belangrijk dat die kiezer naar de stembus toe gaat en dat die kiezer ons zo groot mogelijk maakt. Want stel nu dat we die dubbele cijfers zouden halen, wat nog steeds mijn streven is, dan is 50PLUS... onvermijdelijk. Die moeten dan bij welke combinatie dan ook aanschuiven. En dan kunnen wij ons punt maken. En dan gaan we er gewoon voor zorgen dat wij onze belofte houden. Maar de kosten natuurlijk om het terug te brengen naar 65, die zijn natuurlijk zo gigantisch. Daar zal niemand mee willen gaan, toch? Ik zou niet weten waarom niet. Die kosten zijn A, niet zo gigantisch. Al helemaal niet voor de komende 4 jaar. Want het eerste jaar kost het bijna niks. En in het vierde jaar kost het maar 3,7 miljard. Dat is heel veel geld. Maar bij lange na niet het bedrag wat Asscher steeds framed. En wat dat betreft is het dus voor die komende periode heel makkelijk te betalen. Wij geven datgene wat er nu extra inkomt, geven we niet meteen uit. Wat alle andere partijen wel doen. Dat bewaren we juist voor toekomstige generaties. En daarom is 50PLUS ook goed voor jongere generaties. Ja, dus vanaf 16 maart is alles mogelijk eigenlijk. Alles is mogelijk. En ik ben heel nieuwsgierig. Daan de Wit komt met een mooie vraag. Wat vindt u van euthanasie? Ja. Als mensen dat willen. Als mensen dat willen, dan is dat echt aan mensen zelf om daarover te beslissen. Het is jouw leven. Wij is dat een gevoelig punt binnen uw partij? Ja, euthanasie is binnen elke partij, denk ik. Zelfs de partijen die daar mordicus voor of mordicus tegen zijn, is dat altijd een belangrijk punt. Want het is niet een makkelijk besluit. Ik heb zelf ooit mogen meemaken dat ik na een operatie echt dacht, het is voor mij genoeg geweest. En als je dan een paar weken later toch weer
opknapt, dan denk je, wat fijn dat je zo'n beslissing niet hals over kop neemt. Ja. Dus ik weet zelf uit eigen ervaring sowieso, hoe moeilijk het is. Maar ik vind, uiteindelijk is die beslissing aan het individu zelf. Maar wij willen wel dat daar altijd een medicus bij aanwezig moet zijn en mee moet oordelen. Een vraag van Remy Wilshuis. U heeft het net al een beetje gezegd, maar toch nog even voor de verduidelijking. Denk, meneer Krol, waarom zet u zich zo in voor ouderen vandaag en niet voor de ouderen van morgen? Juist wel. Ik heb met nadruk gezegd dat wij ons ook inzetten voor die ouderen van morgen. Als wij zeggen 65, weer terug naar 65. De meeste van de mensen die lid zijn van 50PLUS hebben die leeftijd al bereikt. Die hebben er niks aan. Dat doen we omdat we ook willen dat mensen van uw leeftijd, en dan vaak met een ander beroep dan u heeft, want heel veel mensen in onze beroepen willen graag tot hun 80ste doorgaan. Maar er zijn ook mensen met zware beroepen die bang zijn dat ze de 65 niet eens gaan halen. Ivo Struik die vraagt, beste meneer Krol, wat doet uw partij voor veiligheid en defensie? Ja, wij vinden dat we te weinig geld uitgeven voor veiligheid en defensie. Je kunt alles maar één keer uitgeven. We moeten wel zorgvuldiger zijn waar we het aan besteden bij defensie. Zomaar van alles kopen wat we niet eens kunnen bemensen, dat heeft geen zin. Maar er moet, zeker nu Amerika ook zo duidelijk is, dat wij in Europa ook meer moeten bijdragen. Moeten we kijken of we uiteindelijk datgene wat we ooit beloofd hebben, dat we dat ook gaan waarmaken. U zegt zelf al, Europa, sommige andere partijen die zeggen dan, misschien moeten we toe naar een Europees leger of meer samenwerken in Europa qua defensie. Hoe staat u daar tegenover? Samenwerken is over het algemeen altijd heel prettig, maar bij defensie gaat dat denk ik niet lukken. Daar moeten we echt onze eigen doontje. En waarom is dat? Want wij zijn zo klein. We zijn absoluut klein, maar nu al worden allerlei bevelen niet eens begrepen als je dat moet doen in het Europees verband. Ik denk dat dat heel erg lastig gaat worden. Ja. Wij zien dat in ieder geval niet zitten. Okay. Is de NAVO-norm nog wel iets waar u zich aan vast zou willen houden? Wij willen daar inderdaad naartoe terug. En of dat meteen kan, dat durf ik niet te beloven. Maar ik vind wel, als je dat beloofd hebt, en wij als Nederland hebben dat beloofd, dan moet je wel proberen daar naartoe te werken. Ja, we proberen daar naartoe te werken, want voor het laatst dat we dat hebben gehaald was begin jaren 90. Dus best een tijd terug natuurlijk. En dat toont aan hoe nalatig Nederland is geweest. Ja. En er is bij ons een deel van de achterban die het helemaal niet ziet zitten om daar geld aan uit te geven. Maar het is een belofte en ik vind als je een belofte doet, moet je echt alles proberen om die belofte na te komen. Dan een vraag van Jurgen van Doorn. U heeft het net ook al een beetje gezegd, maar denk ik toch goed om het nog even te benadrukken. Wat zijn de andere belangrijke standpunten naast de AOW-leeftijd? Nou, dat is dat. En het allerbelangrijkste standpunt is natuurlijk de pensioenen. Mensen hebben gewoon bij hun arbeidsvoorwaarden afgesproken dat ze geld gingen sparen. Als u naar de bank toe gaat en u zegt, ik wil op een zekere leeftijd, wil ik een vaste uitkering per maand hebben, hoeveel moet ik dan nu per maand inleggen om dat te kunnen bereiken? Dan zegt de bank, u moet er zoveel voor apart zetten. En dan krijgt u zoveel rente en dan krijgt u, als u die leeftijd bereikt heeft, elke maand gewoon die uitkering. Ja. Dan is het eenmaal zover en dan zegt die bank, ja, het is jammer, maar we gaan u toch minder uitkeren. Dan zegt u, nou leg me nou eens even uit. Is de rente de afgelopen jaren minder geweest? Nee, de rente is zelfs meer geweest. Nog steeds, bij alle pensioenfondsen. Hebben er minder mensen meegedaan? Ook niet zo. Kunt u dan uitleggen waarom u uw uitkering niet zou krijgen? Het is een afspraak tussen u en uw werkgever geweest. Die moet gewoon nagekomen worden. Imran Skori heeft, vind ik wel een goede vraag al, is die misschien wat apart gesteld. Wat wilt u doen tegen moslims? Tegen moslims? Dat is een rare, een hele rare vraag. Gesteld, ik wil, zei ik al, maar het gaat me meer om. Wat is uw visie op integratie en dat soort dingen? Ja, mijn hele leven waar plaatsen we 50PLUS? Mijn hele leven lang heb ik geknokt tegen alle vormen van discriminatie. Dat blijf ik ook doen. En ik vind niet dat je moslims over één kam kunt scheren. Ik vind wel dat mensen die zich niet willen aanpassen aan de Nederlandse moraal, aan de Nederlandse normen en waarden, daar mag je iets van zeggen, maar dat heeft niets met hun geloof te maken. En als er bij bepaalde geloofgemeenschappen meer mensen zijn die dat niet willen, dan nog heeft het niets met dat geloof te maken, maar met die mensen die niet willen deugen. Ja. Die moet je aanpakken, maar niet de moslims. Dat is een vrij genuanceerde opvatting, hè? Hoe verklaart u dan dat u bijvoorbeeld met de PVV wel samen kan werken? Misschien dat mensen daardoor denken, als u roept van wij sluiten de PVV niet uit, dat mensen denken, oh, 50PLUS heeft misschien hetzelfde idee. Nee. Juist op dat punt verschillen we enorm van de opvattingen van Wilders. Overigens maakt Wilders wel een aantal punten bespreekbaar. Ja. Want dat er dat er steeds meer radicale types naar Nederland komen, gaat Nederland er niet op vooruit. Daar wil ik
met iedereen overigens, want dat vinden ook bijna alle andere partijen, daar wil ik graag tegen knokken. Maar laten we nou niet zeggen dat mensen met een bepaalde huidskleur, met een bepaalde godsdienst, met een bepaalde voorkeur, dat die en masse niet zouden deugen. Hoe zou u dat dan oplossen met Wilders in de formatie? Nou ja, luister, als Wilders in de gelegenheid komt om een kabinet te vormen en hij heeft me nodig, dan is het aan hem om ons over de streep te trekken en niet omgekeerd. Maar nou ja, wat is daarvoor nodig dan, om jullie over de streep te trekken? Om ervoor te zorgen dat je een migrantenbeleid hebt dat streng maar rechtvaardig is, maar wel rechtvaardig. Komt er dan een soort, in de gedoogconstructie was er een soort bijsluiter, hè, dat ze het op het gebied van godsdienst oneens waren, de drie partijen? Moet er zoiets aan komen? Wat u nou, zijn we weer aan het doen wat ik absoluut nog niet wil doen. We zijn al aan het formeren. Het is nu de beurt aan de kiezer. Die moet zijn stem uitbrengen. Ja. En dan gaan we kijken welke partijen het goed doen. En als mensen willen dat 65 weer 65 blijft en dat de pensioenen weer gewoon geïndexeerd moeten worden, dan weten ze dat er maar één partij is die daarvoor knokt. Nou ja, misschien willen mensen soms wat meer weten nog van dat. Ja, moeten ze wat dat betreft nog even wachten. Want echt, die kiezer is nu eindelijk een keer zelf aan het woord. En dat moet ook echt zo laten. Ja, u heeft natuurlijk ook andere punten waar u opvatting over geeft, maar u zegt eigenlijk alleen, dit is mijn speerpunt, als u daarvoor bent, dan stemt u op mij en verder moet u nog maar even wachten. Nee, het is toch logisch dat je brengt nu je programma naar buiten, maar het is nog nooit in de geschiedenis voorgekomen dat één verkiezingsprogramma ineens het coalitieakkoord zou worden. Nee. Wij brengen ons verkiezingsprogramma in, ons hele verkiezingsprogramma, lees het nou mij nu op meer op over website. De kern van het zijn van een partij, waardoor andere partijen de PVV uitsluiten. Dat doet u niet, u denkt er wel structureel anders over. Ja. Maar denk dat te kunnen oplossen in de formatie. Ja, omdat wij twee dingen absoluut belangrijk vinden en dat is primair de pensioenen en twee, de leeftijd waarop mensen van hun AOW kunnen gaan genieten. Okay. Een vraag van Harry Bos. Wat vindt u van de reorganisatie van de arbeidsmarkt? En dan even vooral de focus op dat veel meer mensen maar korte contracten krijgen. Ja, dat is een hele slechte zaak. Dat vind ik met name voor jongeren heel onprettig. Want jongeren moeten ook hun hypotheek kunnen betalen. Die moeten ook kunnen rekenen op een goede toekomst. En daar zijn we dus tegen. De hele wet werk en zekerheid heeft niet aan de verwachtingen voldaan. Dat wordt nu ook nog steeds ontkend door Asscher. Het is geen succes. En ik denk dat we daar straks met de andere mensen die een regering gaan vormen, dat we daar eens heel goed naar moeten kijken. Die hele wet moet van tafel. Ja, hij zal in ieder geval aangepast moeten worden. Erwin van der Lem die vraagt, vindt u ook dat de WMO verbeterd moet worden? Ja, wij zijn überhaupt ervoor dat daar waar het om zorg gaat, dat we naar een heel ander systeem toe gaan. Wij hebben, of niet wij, maar andere partijen hebben in het verleden gekozen voor marktwerking, want dat zou de gouden bergen zijn. Maar het ging in feite alleen maar om een ordinaire bezuiniging. Ja. Wij denken dat die zorg weer echt gericht moet zijn op datgene waarvoor het bedoeld is, namelijk mensen einde aan de marktwerking. Einde aan de marktwerking, daar zijn we. Wilt u dan ook dat zorgfonds? We hebben u gezien op het Malieveld natuurlijk, samen met door de SP georganiseerd vooral. Ja, het zorgfonds is een idee van de SP, dat spreekt ons zeer aan, maar wij gaan een stap verder. Wij willen naar een ziekenfonds 2.0, waarin ook allerlei andere dingen geregeld zijn. Wij willen heel graag dat specialisten weer gewoon in loondienst komen. Wij willen heel graag dat in een ziekenhuis niet betaald wordt voor elke verrichting die er nu eenmaal plaatsvindt, maar voor de winst die mensen bereiken die naar een ziekenhuis toekomen. Wij willen ook dat er meer tijd is voor de patiënt. Nu, als jij huisarts bent, dan moet je proberen zoveel mogelijk patiënten op één dag af te werken. Zo is dat nu met de verzekering geregeld. Wij hebben veel liever dat de arts even tijd voor je neemt. En als je tijd voor mensen neemt, hoeven ze ook minder vaak naar die huisarts terug te komen. En het eigen risico gaat bij u ook Liefst van tafel, maar ik ben bang dat dat op korte termijn nog niet 1, 2, 3 haalbaar is. Vandaar het zijn dat in allemaal ons verkiezingsprogramma dure plannen, staat. Nee, maar daarom wou ik die toevoeging nog maken. Vandaar dat in ons programma staat minimaal halveren. Dat is al een stuk goedkoper dan wat sommige andere partijen doen. Maar liefst inderdaad, als daar mogelijkheden toe zijn, naar helemaal nul toe. Even kijken, ook in het kader, we nemen alles mee of zoveel mogelijk. Een stukje hart onder de riem van Andreas. Henk, laat je niet gek maken door de peilingen. Nou, dat is altijd fijn om te horen natuurlijk. Maar misschien bedoelt hij dat hij zich niet gek moet laten maken dat hij er 6 gaat krijgen. Ja, we zijn even terug. Toen hij op 10 stond, was het natuurlijk ook feest. Nee, en toen moesten we ons ook niet gek laten maken. Precies. Dat geldt altijd voor peilingen moet je nooit. Maar nu zijn we gelukkig bijna bij de echte uitspraak. Even kijken. En dan Robert van der Stoep, die vraagt zich nog af, wat vindt u van uw Kamergotchi-versie?
Die vind ik. Ik krijg zoveel reacties erop. Dit is verschrikkelijk leuk. Dus er komen ook allerlei kinderen op straat tegen die dat kennelijk gedownload hebben op hun telefoontje. En ouderen ook? Of maar die daar niet laten ze u wat een minder. Beetje... Het zijn juist kinderen die dan zeggen... Oh. Maar en laten ze u een leven? Ja, dat vinden kinderen allemaal heel erg leuk. En wanneer ik daar berichtjes over ontvang, dan stuur ik ook altijd even een berichtje terug. Maar dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Gisteren nog bij de visagie van het programma van Paul en Jinek... liet de visageuse weten dat haar kind mij met alle mogelijke middelen in het leven wilde houden. Wow. Nou, dat is toch schattig. Dan een vraag van Karim. Ziet u zichzelf als pessimist of als optimist? Ik ben een enorme optimist, maar ik ben pessimistisch over hoe er met ouderen is omgegaan de afgelopen tijd. Waarom bent u een onwijs of een enorme optimist dan? Daar ben ik mijn hele leven al geweest. Je schiet er niets mee op als je gaat zitten somberen. Er gebeuren in ons leven, bij ieder van ons, afschuwelijke dingen. Er zijn twee mogelijkheden. Je gaat zitten klagen, dan heb je jezelf twee keer. Dan heb je dat afschuwelijke voorval meegemaakt en dan ga je er ook nog een keer moeilijk over doen. Als er vervelende dingen gebeuren, ga er tegenaan. Morgen schijnt de zon weer. Kijk, heel goed. Zie jij nog mooie dingen? Ja, ik zit even op je computer mee te kijken. Ja. We zijn door de vragen heen. Nee hoor, hoe ziet u de... We hadden het net al over Defensie, hadden we het al over Europa. Maar Ilko van S vraagt, hoe ziet u de toekomst van Nederland in Europa? Oh, dat is een hele interessante vraag. Zeker als u misschien met de PVV gaat, staat er nog bij. Maar laten we eens beginnen met... Laten we dat maar even los van de PVV zien, toch? Wij vinden met Europa pas op de plaats. Europa heeft een aantal voordelen, die moet je uitbuiten. Maar Europa gaat over veel te veel onzin dingen. En voorlopig geen uitbreiding van Europa. En Europa weer terug naar de hoofdzaken. Ja, er kwam net ook een vraag voorbij. Wat vindt u van Jesse Klaver? Ja. U bent de oudste lijsttrekker, hij is de jongste. Hij is de jongste. Ja. Gaat dat een beetje samen? Ja hoor, wij kunnen het prima met elkaar vinden, al vanaf de eerste dag dat ik in de Kamer zat. Ik moet wel zeggen dat ik denk dat het voor de politiek wel eens verstandiger is als er wat meer mensen in de Kamer zouden zitten met enige levenservaring. Mensen die fouten hebben gemaakt in hun leven, mensen die ervaring hebben opgedaan. En als je meteen naar je studie in die Kamer komt en niet weet wat er echt in het land leeft... Ja, dan kan je mooie verhalen vertellen, maar die kloppen dan niet met de werkelijkheid. Maar hiermee zegt u dat u eigenlijk meer levenservaring heeft en dus een beter politicus bent dan de heer Klaver? Ik praat niet over mezelf, ik zou het fijn vinden als er meer politici waren die met hun poten in de klei hebben gestaan. Daar ik had ook het idee dat het over uzelf ging. Ja. Nee, maar dat, met dat, fouten dat, gemaakt. Ik heb heel veel fouten gemaakt en dat is, daar leer je het meest van. Dat was gewoon een willekeurig voorbeeld. Maar het zou goed zijn als de gemiddelde leeftijd in de Kamer iets omhoog ging. Dan u heeft al 2-3 keer ook tijdens dit bijna half uur Asscher even aangehaald. Het gaat niet heel goed tussen jullie, heb ik het idee. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, wij waren de partij die als eerste begonnen te ijveren voor een ambassadeur ouderenwerkloosheid. Ja. Dat heb ik weet niet hoe vaak moeten herhalen. Ik ga het eens opzoeken hoe vaak ik het in debatten heb aangehaald. Ik denk dat het bijna de 20 zal halen. En dat werd maar steeds afgewezen. En het heeft mij erg gestoord dat het zo lang heeft moeten duren voordat hij op een ander idee kwam. En dat is wat met meer partijen me stoort. Bijna alle ideeën waar wij ons inzetten voor ouderen hebben 4 jaar lang geen gehoor gevonden bij de andere partijen. En nu, kort voor de verkiezingen, neemt iedereen die ideeën deels over. Ja, maar vorige week ging het natuurlijk ook hard aan toe in een tv-debat, in het Lagerhuis tussen jullie. Een harde clash. Nou ja, het stoort mij heel erg dat hij doet voorkomen alsof we al in de komende kabinetsperiode een enorm bedrag nodig zouden hebben om onze plannen te realiseren. Hij moet de werkelijke cijfers noemen. Ik noem de werkelijke cijfers. Het zou netjes zijn als hij dat ook doet. Maar meneer Kool, het is toch niet heel raar om ook, als we het over pensioenen hebben, om dan naar de toekomst te kijken, om iets verder te trekken. Nee, maar u heeft het steeds over de aankomende 4 jaar, maar het gaat toch niet alleen maar over de aankomende 4 jaar? Maar u doet het nu ook, hè? U gooit 2 dingen door elkaar heen. U heeft het over pensioenen en ik heb het over de uitkering die we met z'n allen van de staat krijgen. AOW. Alsjeblieft. Ja. En die AOW, daar moet je kijken, kan ik dat in de komende regeerperiode gedekt krijgen? Dat kan, dat hebben we heel goed becijferd en dat kunnen we zelfs tot 2060 gedekt krijgen. Maar dat heeft toch een doorverdieneffect als we het nu voor de aankomende 4 jaar goed willen regelen. Dan, ja, dat kan, maar dat heeft toch gevolgen voor later? Het heeft zeker gevolgen voor later en dat is dus voor die komende generaties heel erg van belang. Maar hoe dan ook moet je daar de echte cijfers op plakken en moet je niet met bangmakerij komen. Daar schiet niemand iets mee op en dat is wat Asscher de afgelopen tijd steeds gedaan heeft.
Ja. We gaan naar het eind toe. Jaap van der Wel, die wil nog een ander punt van uw verkiezingsprogramma weten. Wat is uw visie op milieu? Ja, over... Dat is een onderwerp waar we u eigenlijk heel weinig over horen. Nou, en toch ben ik daar apetrots op. Want ja. 50PLUS is, denk ik, samen met GroenLinks de groenste partij van Nederland. Wij willen dat deze aardbol zo netjes mogelijk... En hoe regelt u dat om de groenste te worden? Nou, ik hoef niet per se de groenste te worden, maar ik ben wel ervoor dat we zo groen mogelijk zijn met z'n allen. Want we moeten deze aarde zo netjes mogelijk nalaten voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Dat is ook de reden waarom wij elektrisch rijden bevorderen, waarom wij af willen van fossiele brandstoffen, waardoor duurzaamheid voor ons verschrikkelijk belangrijk is. Ah, kijk naar buiten, een hele klas uit, een hele groep uit Azië, toeristen uit Azië. Er komen hier ook vaak bussen met de ouderen naar het Binnenhof. Maar ja, maar nu nog niet, dat is nog iets te vroeg. Ja. Jammer, want we hebben geen vraag van de straat kunnen krijgen daardoor. Hopelijk gaat dat deze week aantrekken. Ik heb wel echt een afsluitende vraag natuurlijk van Bart Verhagen. Wilt u zelf niet met pensioen? Ja, maar nog niet nu. Wanneer wel? Op het moment dat ik me niet meer voldoende kan inzetten voor de belangen waar ik voor sta, dan ga ik erover nadenken. Maar nu, ik heb mijn hele leven lang geknokt, laat mij nog een tijdje doorknokken. Zoals u al net zei, u wilt door tot uw 80ste. Ik heb geen leeftijd genoemd. Ik heb wel gezegd, een leeftijd genoemd. Nee, maar ik ga het nog maar een keer heel duidelijk zeggen. Ik ga door, net zo lang als ik me nuttig kan maken voor die doelgroep waar ik me voor inzet. Oké. Okay. En Jos Piefer, die vraagt, wilt u nog excuses aanbieden voor iets wat u gezegd heeft? Nee, want alles wat ik zeg, zeg ik met alle plezier. Kijk, nu hebben we twee dames die gaan twijfelen of ze misschien toch nog iets willen zeggen. Wilt u iets weten van Henk Krol, de lijsttrekker van 50PLUS? Dames, en deze meneer die wil toch Die meneer wil zeggen, kijk, eindelijk. Ja, een vraag. Kijk eens, daar is applaus. Een goedemorgen. Zegt u morgen. Uw vraag. Ik ben zelf een oudere natuurlijk. Ik ben zelf 64. Dus nou, dat is nog niet ouder hoor. Nee. Maar ik ben wel met vroeg pensioen, hè. Dus ja, je hebt per mens heb je hele verschillende situaties. Ja. En ik kan me voorstellen dat je niet helemaal teruggaat naar 65, maar dat je je gericht op de groep van 66, zeg maar. Dus dat je er tussenin gaat zitten. Ja. Ja. Is dat voor u een alternatief? Toch de helft van de kosten. Ja. Beetje water bij de wijn. Het plan misschien, hè, niet helemaal terug naar 65. Ja. Maar ga er tussenin zitten, dan ga je middelen. En dat is misschien politiek wel bereikbaar. Ja, duidelijke vraag, meneer Krol. Is dat een alternatief voor u? Ik ga kijken wat die andere partijen gaan voorstellen. Ik blijf vasthouden aan 65. Want er zijn ook heel veel mensen, ik weet niet of u daarmee te maken heeft, die in een AOW gaat vallen. Je hoeft er niet voor mij te doen, want ik heb een goed pensioen. Ja. Ik heb altijd goed gewerkt. Ja. Ik ben ook met vroeg pensioen en ik gids er wat bij. Maar u heeft geen last van een AOW gehad? Daar heeft u geen problemen mee gehad? Nee, want u verdient genoeg. Vroeg pensioen ben. Ja, nee, dan heb u geluk maar gehad. Ik heb altijd een goed pensioen gehad. Maar voor de mensen die dat niet hebben, die kunnen dan ook eerder stoppen. Maar dan is het een jaar eerder. Nou, maar het is in ieder geval een stap in de goede richting, maar ik blijf vasthouden aan 65, want dat is wat ik aan mijn kiezer beloof. U moet weten, meneer Krol wil nog niet gaan formeren, dus hij geeft nog niet iets weg. Op dit moment. U krijgt het antwoord. Ja. Niet haalbaar, dus je vecht tegen windmolens. Nou, u moet eens gaan opletten hoe haalbaar het is als u ervoor gaat zorgen dat 50PLUS in de dubbele cijfers komt. Okay. Dank u wel voor uw vraag. Heel dank fijn dat we toch nog een vraag van de straat mee hebben kunnen nemen. Ik dank u heel hartelijk voor uw komst en veel succes in de komende twee weken. Maak het niet te druk voor uzelf, zou ik zeggen. Ik ga mijn uiterste best doen, maar ik heb er nog steeds zin in. Dank je wel. Heel goed. Dank je wel. Kijken wij nog heel even naar de dag van vandaag. Want bijvoorbeeld... Is er een campagnedag. Politici zijn overal. Ja, want wij hebben namelijk hier morgen de heer Kuzu, maar die zit straks al bij RTL. Ja. Jan Roos. En vanavond Roos. Zit hij bij Nieuwsuur. Maar inderdaad. Morgenochtend kunt u zelf uw vraag stellen aan Toenahan Kuzu, de lijsttrekker van de beweging DENK. Inderdaad. Wie is dan hier? We hebben nog om 4 uur hier in Nieuwsport het voedseldebat. Om 5 uur, 5:10 zit Pechtold bij Tijd voor Max. En Pechtold die zit Pechtold ook gaat nog naar Pauw en Jinek. Inderdaad. En daar is ook Jan Roos, lijsttrekker van Voor Nederland. Nou, mooie dingen. Er is veel politiek weer op televisie en morgen zijn wij er weer. Nou, ik wilde nog wel even zeggen. Ja, tuurlijk, want vandaag is wel ook de dag dat Louis Bontes jarig is. Louis Bontes, ook van VNL. Ja, precies. Dat jij wil de verjaardagen nog even doordoen. En morgen? Morgen. Norbert Klein, morgen jarig. U weet het nog. Hartelijk gefeliciteerd. Grote vriend van heer Krol. Ze zijn uit elkaar, maar niet gebrouilleerd. Nee, nooit gebrouilleerd. Ik heb nooit ruzie met Norbert Klein gehad. Nou, heel goed.
Nou, we wensen hem alvast een prettige verjaardag. Okay, dank u voor het kijken. Yes. Hopelijk tot morgen. En vanaf vanavond kunnen de vragen alvast ingeleverd worden voor Tuna Nkunzu. Fijne dag. Fijne dag.